Welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag heb ik 1 SICK zonder dak, 1 SICK met dak en een poppetje erop, en 1 SICK indelen in een doos. Zo. We hebben nog een heleboel losse onderdelen. Deze SICK rijdt, maar heeft een kapotte as. Deze SICK maakt alleen kortsluiting. En deze heeft een aantal. Dit is een verkeerde as. Dit is een goede as. Maar die is volgens mij ook gebroken. Dit is een vervangende as, maar een vervangend tandwiel, maar het past niet op die as. Als ik het zo zie. En ik heb hier nog 2 asjes en tandwielen die er ook niet bij horen. Ofwel. Oh, en ik heb nog lampjes die erop mogen. En ik wil graag 1 werkende SICK. En dit is het dak van de SICK. Goed. Nou. Misschien wil ik wel 2 werkende SICK'en. Want het dak kan ik zo makkelijk overzetten. Dit frame is verder niet heel veel mis mee. Maar dit frame heeft een poppetje. Alleen dit is grijs en dit is groen. En ik weet niet wat de goede kleur is. Ze hebben wel allebei hetzelfde nummer. 281. En dit is echt nog de oude SICK 225. Die dus rijdt, maar een kapot tandwiel heeft. Ofwel, ik ga hier iets van proberen te maken. Alle onderdelen die niet werken gaan in deze sloop SICK. En ik wil dat dit de goede wordt. Zo. Die gaat dan ook even opzij. Dit is geen goed tandwiel. Ik heb het idee dat dit tandwiel gelijmd is. En dit is een nieuw tandwiel. Maar ik ben benieuwd of dat gat niet te klein is. Dus ik kijk hoe het met deze eraan toe is. Deze maakt kortsluiting. En dat is ook iets waar die andere SICK in de doos last van had. Gelukkig niet bij die. Als je zo'n SICK openmaakt, dan zit er hier een plaat die de stroompick-up doet van de asjes. Zo. Die gaat naar 1 deel van de motor. Dit zijn de wielen. En dit zijn de koolborstels. Deze staan weer in verbinding met, of één kant staat in verbinding met dus deze plaat. En dit is de motor zelf. Het is een vrij eenvoudige, zo te zien 5 polen dat ik zo vlug zie. En mijn camera hield er even mee op, maar niks gemist. Ik zag het op tijd, gelukkig. Waar was ik? Oh ja. De stroompick-up en de motor en de koolborstels. En ik heb hier stroom op staan. Eens kijken. Nou, op zich doet de motor het. Moeilijk, moeizaam, maar hij doet het. Dus het is mooi dan zat de kortsluiting ergens met de track pickups en de plaat hier aan de onderkant en de wielen. Maar die gaat even aan de kant. Dit is een van de wielen. Eens kijken of dit tandwiel goed is. Het ziet er wel goed uit.
Deze heeft een duidelijke scheur. Ik denk niet dat ik dit ooit op camera ga krijgen. Maar je ziet wel dat hier een zwartere lijn loopt. En die loopt helemaal door tot aan de as van het tandwiel. Dus dit is een kapotte as. Nou, hetzelfde geldt voor deze. Dat had ik al vastgesteld. En deze as klopt compleet niet. Die gaan dus even allemaal daar. Dit lijkt een goede as verder. Ik zie er geen duidelijke lijn oplopen die doorgaat van de buitenkant naar binnen toe. Nou, wat zou er zitten in sik nummer 3? In ieder geval zit hier de stroompick-up op het wiel wat eronder moet zitten. Ik merk een bepaalde cadans, een bepaalde hobbel die erin zit, waardoor ik denk dat er toch een van de assen niet helemaal goed is. Nou, deze is in ieder geval goed gesmeerd. Ook deze as heeft een breuk erin. Sorry, tandwiel. Maar dit tandwiel ziet er goed uit. Dat is mooi. Dan heb ik hier twee tandwielen die er goed uitzien. Alleen deze heeft mooie zwarte wielen. Die niet. Eigenlijk wil ik kijken of ik die flenzerwielen, hoe ze ook heten, kan verwisselen. Nou, dat zal niet makkelijk gaan. Dus ik denk dat ik straks even aan de gang ga met merkstift. Maar even voor zekerheid, deze ziet er goed uit. De geïsoleerde kant moet aan de kant waar de pick-ups aan de zijkant zitten. Dus heb ik hier aan de zijkant mijn meter staan. Vanaf de wiel naar de as is dit de geleidende kant. Vanaf deze kant niet. Dus die moet zo. Oh. Dit is de geleidende kant. Deze kant niet. Zo. Hier zitten de pick-ups. Dit is de niet geleidende kant. Zo. Onderkant erop. Het is een smeerboel. Mijn hele handen zitten vol. Die erop. En die erop. Eens kijken hoe die loopt. Hij loopt niet meer. Wat zullen we nou krijgen? Zul je zien dat toch net een tandwiel niet helemaal lekker werkt? Nou. Hij loopt niet helemaal als ik hem strak aandraai, lijkt het op. Als ik hem gewoon los op laat zitten, dan klinkt hij verder prima. Dus laat ik hem dan maar eens niet strak aandraaien.
Oh, een nieuw geluid. Is dat dan? Ik ga even kijken wat er nu misgegaan is hier. Dit soort geluiden hoor ik toch liever niet. Het was even zoeken. Maar toen ik de oude as erbij pakte, zag ik dus dat de tandwiel niet in het midden zat. En bij het tandwiel dat ik had gepakt, zo eentje als deze, zat het wel in het midden. Dus ik heb hem naar de zijkant geduwd. En alles vastgezet. En het klinkt nu een stuk beter. Ik kan hem nog niet helemaal aandraaien. Maar dat is gek genoeg de as aan de andere kant. Dus ook die zit misschien iets te veel naar het midden toe. Eigenlijk wil ik hier een klein beetje een ringetje tussen zetten. Zodat hij wel stevig vast zit en je hem niet verder aan kunt draaien en verder gewoon goed loopt. Tot die tijd laat ik het heel even zoals het nu is. De stroompick-up zit nog niet helemaal op de goede plek. Maar goed genoeg voor nu. Dus als ik er dan mijn behuizing mee neem. Kom. Zo. Dan wordt het gewicht op de asjes dus zoveel dat ze alsnog dat verschrikkelijke geluid gaan maken. Ofwel, ik zal heel eventjes ook het asje van het andere tandwiel een beetje opzij schuiven. En ik ben er wel van overtuigd dat het gaat doen. En dan is natuurlijk de vraag, krijg ik die andere die kortsluiting maakt met zijn twee wielen die dadelijk lekker hobbelen, ook nog aan de praat. Ik denk dat dat een aflevering wordt voor een andere keer. Dus ik ga nog eventjes puzzelen met de asjes, met de tandwielen en waar alles moet. En hoop dadelijk nog heel even een mooi beeld te laten zien van een sik die wel goed loopt. Bedankt voor het kijken. En laat commentaar achter. Als je iets te melden hebt, vind ik leuk. Abonneer je als je updates wilt ontvangen over FD Automatisch Weten wanneer een aflevering is. En tot een volgende keer. Als nu iemand denkt, ja maar ik wil deze digitaliseren, het zal vast kunnen met een hele kleine decoder, zoals die ook gebruikt heb in de 6400. Maar met deze motoren zou ik zeggen, Roco heeft een nieuwe uitgebracht die digitaal voorbereid is of misschien zelfs al een decoder erin heeft zitten, pak die.